Ze zijn onafscheidelijk, Sharon en haar maatje Booba. De Afrikaanse circusolifant is weer terug in Nederland en daar is Sharon ontzettend blij mee. Ik voel me nu super gelukkig en dat heb je zo gemist. Daardoor ben ik zo gelukkig nu dat ze weer hier is. Ja. Sharon komt uit een echte circusfamilie. Jarenlang trad ze op met de olifant. Tot 2 jaar geleden, toen Booba plots weg moest uit het circus. We spraken haar tijdens haar laatste show en ze was erg verdrietig. Sinds ik geboren ben, heb ik met Booba een band. En die band wordt misschien gebroken. Sinds 2015 zijn in Nederland wilde dieren namelijk verboden in het circus. De regering vindt het niet goed voor de dieren. En dus mocht de olifant niet meer optreden. We gaan ergens verder voor Booba. De afgelopen tijd is geprobeerd een ander verblijf voor Booba te vinden, maar ze voelde zich nergens thuis. En dus is besloten dat ze in ieder geval tot 2020 nog hier kan blijven. Het is heel belangrijk voor mij. En ik hoop ook dat ze daarna nog langer mag blijven. Niet dat het daarna weer heet dat ze weer moet gaan. Kom. Ze is aardig en lief en alles. Ze is gewoon een zusje voor mij en dat is zo leuk. Tja, iemand interviewen naast een olifant blijkt niet altijd gemakkelijk. Oh, Booba. Mijn zusje is zo gezien. Nee, Booba. Ik ga spelen met Booba. Wij gaan de mensen laten zien dat de... Goed, ze is dus terug. Maar kunstjes in het circus mag Booba niet meer doen. Dat is en blijft verboden. Maar daar kan Sharon wel mee leven. Wij kunnen misschien nog daarvoor vechten dat ze weer mag optreden. Maar als dat niet zo gaat, is het wel ook oké, want ze is wel bij mij. En dat is belangrijker dan de kunstjes bij de mensen laten zien.